Een bonte verzameling raadsleden verzamelde zich donderdagmiddag bij een supermarkt in de Ebbingenstraat. Ze gingen boodschappen doen voor de in nood verkerende voedselbank. Eerder deze week werd bekend dat de voedselbank kampt met een gebrek aan eten en amper aan de vraag kan voldoen. Wethouder Dich Ista deed dinsdagavond tijdens de gemeenteraad een oproep via Twitter om gezamenlijk hulp te bieden aan de voedselbank. Maar ik zag dus inderdaad al die raadsleden waren druk in de weer met hun tablets. Ze zitten allemaal te twitteren, kon je ook zien. Dus ik dacht inderdaad, ik zal jullie hebben. Dus ik heb iedereen gevraagd, ga mee winkelen. En ja, als dan de eerste schaap over de dam is, dan volgen ze allemaal. Dus het is hier erg druk met raadsleden, vind ik geweldig. U bent wel tevreden over uw raad, om het maar zo te zeggen. Ik ben best tevreden, dus ik zie hoeveel ze afgerekend hebben bij de kassa. De raad had een boodschappenlijstje meegekregen. We moeten ook producten doen natuurlijk die een beetje houdbaar zijn. Want nu kopen natuurlijk allemaal mensen wel verse groenten en zo, dat is belangrijk. Maar ook voor de komende weken is het goed om wat in de kast te hebben. We hebben hier tot nu toe een doos chocolademelk staan. Mijn fractievoorzitter komt net met potten, sperziebonen, dopertjes en wortels aan. Ik heb al heel veel meer graan en spaghetti in elkaar gegooid. Allemaal houdbare producten die de voedselbank en de mensen die bij de voedselbank komen hard nodig hebben. Nou, we zijn nog druk bezig, maar we hebben al rijst en we hebben spaghetti, sinaasappels, tomaten. Tandpasta hebben we dus. Ik ben op zoek op dit moment naar de babyspullen. En we moeten nog koffie en thee hebben. Dus we zijn nog... Oh, mijn collega komt erin aan met koffie en thee, zie ik. Met koffie tenminste. Dus we zijn nog niet klaar. Dat een voedselbank nodig is, vindt de raad wel treurig. We zien liever dat de voedselbank natuurlijk iets tijdelijks is. En dat mensen weer financieel het zelf kunnen dragen. Ik vind het eigenlijk schandalig dat in een rijk land als Nederland voedselbanken überhaupt bestaan. Met een particulier initiatief en een vorm van solidariteit. En dat de oproep gedaan moet worden. Dat zegt iets over de situatie waar ons land in verkeert. We weten ook dat supermarkten steeds minder geven, omdat die soms ook over de datum verkopen, zelf ook minder inkopen. En daarom is het initiatief om het goede voorbeeld te geven wat we vanmiddag aan het doen zijn. De gemeenteraad gaat met de wethouder boodschappen voor de voedselbank doen, hartstikke goed. Dat dat nodig is, dat vind ik eigenlijk niet horen in onze maatschappij, in Nederland. Het is een noodzakelijk kwaad. Ik had ook liever dat het niet zo was. Maar ja, er zijn nou eenmaal een boel mensen. En in toenemende mate, die gewoon geen geld meer hebben om eten te kopen. De supermarktmanager deed ook een duit in het zakje en zoekt uit of zij meer kunnen afdragen aan de voedselbank. Wij gaan er zeker naar kijken. Ik ben ook met mijn collega's daar al over in gesprek van wat kunnen we nou als Albert Heijn zijnde ook daarin doen. Dus dit is echt een goed startmoment en daar gaan we nog eens kritisch naar te kijken. Absoluut. Na afloop werden de boodschappen naar de voedselbank gebracht.